Welkom allemaal bij weer een nieuwe video. Deze week hebben we alleen maar ongevallen. Het is druk geweest. Er zitten ook wat oudere beelden tussen. We sparen natuurlijk altijd een beetje op dat mocht ik een keertje ziek zijn of zo, we wat extra hebben. Is voor nu niet nodig, maar goed, anders wordt het te oud. Dus op die manier roleren we dat een beetje door. Ja, dat was het. Ik wens jullie veel plezier met kijken naar de eerste melding en dan zie ik jullie zo daar. Barendrecht met Tim, goedemiddag. Zo, goedemorgen allemaal. Het is de eerste dag na de vakantie en we worden gelijk beloond met een ongeval op de A15, de hoogte van Ridderkerk is dat, denk ik, uit mijn hoofd. Dus we gaan eens even kijken wat er is gebeurd en dan gaan we die mensen verder helpen. Het is een ongeval bij rijstrook 1 met twee voertuigen, dus dat zou een kopstaartbotsing zijn geweest in de filevorming, denk ik. Meestal wel rond deze tijd, het is nu net geen 7 uur. We gaan eens even kijken. Hier uit de bocht zou het tegenovergesteld gebeurd moeten zijn. Oh ja, Rijkswaterstaat staat er al bij. Zoals jullie links kunnen zien. En inderdaad, ik zie nog maar één voertuig, rijstrook 1. Oh, maar die staat er wel heel raar bij. Zoals jullie zien, rijden we gelijk de file in. Wist dat hij een stukje wil op rijstrook 1 en daarlangs rijdt het redelijk door. Dus het heeft voor mij nu geen zin om op het kruis te gaan rijden. Ik moet dadelijk toch weer invoegen om de WIS heen te gaan. Dus we blijven aan deze kant rijden. Oh, die is goed hard geraakt. Dat is mooi om mee te beginnen na de vakantie. Hoor, die en met die ook. Want die zit voor nog twee keer elkaar. Oké, beginnen we met deze, pakken we daarna die. Op deze. Yo. Goedemorgen. Stuur hem al opzij draaien. Okay. Even ruimte creëren dat ik aan die kant erbij kan.
Nee, nee, nee. Je gaat dadelijk met mij mee. Dus dan kan je daar al je spullen eruit halen. Waar is jullie? Daltonstraat nummer 5 in Zwijndrecht. Sorry? Als jij even bij de aan brood wil, dan krijg je 2 weer rijden. Ja, dat is goed. Zo weet je ervan. Een lelijke klap geweest, joh. Ja, dit is... Rijd ik naar die andere, ja? Hij reed zeker helemaal niet meer. Hij reed nog wel, maar... Hij reed nog wel? Ja, alleen met de band niet echt lekker. Ja, nee, precies. Maar ik kan hem er wel oprijden dan. Hoi. Check of die aanrijven als het niet gebroken was. Maar hij doet het. Wat op verzinnen, even loshalen. Heb jij nog ruimte achterin? Ja. Ja? Ja. Ja, ik ga dat zijscherm erin gooien, want als we hem verliezen op de snelweg, dan... Ja. Zitten. Ja. Dit, Ik ga even kijken of er nog mee in moet. Dit valt wel mee, hè, allemaal. Dat blijft allemaal wel zitten. Thank you.
maar anders kan mijn bandje er niet lekker langs. Als de kentekens invullen, dan kijken we. Ja, dat is goed. Nou, dat was een beste om na de vakantie weer mee te beginnen. Ja, er was iets van filevorming. De achterste auto, het busje, die kon er niet meer aanremmen en heeft toen achterin de Mazda geduwd. De Mazda is vervolgens tegen de geleiderrail aangekomen. Ja, vrij heftige schade. Beide auto's reden nog wel uiteindelijk. Maar waarom ik hem met de lier van die vangrail aftrek, is één, omdat ik niet normaal die auto in kom. En twee, het wiel staat in het gras, dus dan blijft hij toch doorspinnen. Ik kijk net zo goed even de lier eraan hangen en hem zo de bak optrekken. Dat hebben jullie dus net ook gezien. Gelukkig geen gewonden. Mensen zitten nu bij ons depot in Zwijndrecht de schadeformuliertjes in te vullen. En dan gaan we het weer zien. Zo, we gaan iets doen wat jullie in hele oude video's wel eens hebben gezien, maar hier bij Barendrecht denk ik nog nooit. Althans niet met mij. Nee, met Patrick ook niet. We gaan naar Den Haag. Daar gaan we auto's wegslepen die verkeerd geparkeerd staan. Of ergens waar werkzaamheden zijn. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat het geval is waar we nu naartoe onderweg zijn. Maar dat zien we dadelijk vanzelf. Dus we gaan naar Den Haag. Ik zie jullie zo daar. Nou, we zijn zo goed als op bestemming en zo te zien gaat het inderdaad om wegwerkzaamheden. Zou die parallel aan de overkant moeten zijn, links hiervan. Ik ben al lang blij dat het een soort brede straat is. Ah, daar staat mijn collega al. Even kijken of wij nou helemaal om moeten rijden of dat we hier tussendoor gaan. Zo of om? Om? Hier. Moet ik tussendoor of om? Alleen de volgende achtertuur voor jou. Oh. We staan nu niet weg. Oké. Okay. Net, ja wel. Nou, dus alleen deze Volkswagen Tiguan voor mij. Kennen wij elkaar al? Nee, hey Dylan. Tim, hoi. Mooi. Ik kende net niet recht voor me, man. En dan dit is het enige. Ja, ja, in andere straten zijn er een paar binnenkomen. Oké. Okay. Dus ja, hier stonden er vijf. Ja, ja, ja. Dus hier even lossen en dan naar die andere straat.
Ik vind het helemaal best. Altijd even foto's maken voor dat, voordat je schadeclaims binnenkrijgt. Nou, al die mensen vroegen elke keer, ga eens mee naar Den Haag. Gaan we het vandaag laten zien. Maar even kijken hoe dat zit bij die tiguans. Wat ik heel vaak doe. Ja, ik ken hier om de arm. Ken dat? Ja, hier heb je ruimte. Precies, tussen de veerpoot en de veer. Wat ik persoonlijk heel vaak doe, ik doe gewoon een paar stroppen hier door de velg heen en dan gewoon mijn ketting daaraan. Trek je gewoon aan de velg. Ik weet niet hoeveel strop ik heb. En je zit hier met ventiel. En gewoon bij deze. Ja, ik ken wel. Ik heb sowieso één strop. Even kijken hoor. Ik heb sowieso... Dat is één. Oh, hier heb ik die andere. Heb je hem onder de onderste? Ja. Heb je een strop? Ja, zo ja. Het zal een automaat zijn. Het zal wel een automaat zijn. Vier plaatjes eronder. Ja. Maak ik even een olie op. Ja, is goed. Zo. Zo neem je hem dan zonder schade mee. Zie je? Hij staat weer. S8. Wat erop gaat, moet er ook weer af. Dus ik heb even de GoPro hier neergezet voor een overzichtsfilmpje. Gaan we hem nou weer eraf halen?
zo zetten we dus een auto die vierkant vast staat, die er heel makkelijk op ging. Ging die er ook weer makkelijk af. Manuel gaan nog even recht zetten met de heftruck, denk ik. Heftruck. Yes. Ja. En dan kan die weer opgehaald worden. Gaan wij kijken wat we verder gaan doen vandaag. Dus tot zo bij de volgende melding. De vraag was, en daar kwam de cameraman mee, die had dat gelezen. Ja. Ik was een auto aan het wegslepen in Den Haag. Dat had ik gefilmd. Huh? Wat nou als de auto er al op staat en de mensen komen aanlopen? Ja. En dan was de vraag zeker, krijgt hij hem terug? Bijvoorbeeld. Of krijgt hij hem niet terug? Wat wordt er gedaan op zo'n moment? Ja, weet je wat het is? Eigenlijk, haak is raak, zeggen we altijd. Oftewel, betalen. Behalve de gemeente Den Haag, die zegt, nee, wij zijn toch coulanten. Halen hem maar weer af. Den Haag betaalt. Oké. Okay. Met dank aan Rutte, denk ik dan. Maar ze krijgen alsnog een boete voor fout parkeren. Uiteraard. Dus het is niet volledig gratis. Rotterdam is gewoon betalen, hè? Ontkom je niet aan, want die zijn veel harder. Ja. Die zeggen gewoon haak is raak, gewoon dok. Zodra je hem al aan hebt geslagen, is het gewoon betalen. Oké. Okay. Dure grap. Dan heb ik nog een vraag. Nee, je had er maar één per week. Nee, klein vraagje. Okay. Die Ken het en kijk even op het tarief. Ja. Die komt zoveel voor in de comments. Dus daar mis mee? De barsteen eruit. Nou ja, ik weet beste wel... Beste mensen. Ja, precies. Beste Leg mensen. Het even uit. Tim... Hij is te gierig voor een nieuwe ruit. Dat klopt. Dankjewel. Nee, dit is een vrij dure ruit. Jij rijdt heel veel kilometers, voornamelijk ook over vluchtstroken, zoals die mensen kunnen zien. De kans dat er wat opspat, dat is eigenlijk meestal als er iemand voor je rijdt, maar ook als er iemand net over dat lijntje heen gaat, is groot. Die nieuwe voorruit, die is dus zo weer kapot. Wij wachten gewoon tot de APK, keurt hij hem af, want het is eigenlijk nog niet in het zicht, dus nee, het kan nog. Hij is pas niet zo heel lang geleden gekeurd. Dit is goedkeur. Daarom, dat is gewoon goedkeur, is er niks aan de hand. Wij wachten tot hij gewoon kapot genoeg is en dan een nieuwe. Wat dus anders haal die is comments zonde. Maar. Ja. Weg met die comments. Weg met die comments. Nee, maar het is inderdaad, het is zonde. Ik heb er geen last van als bestuurder. Nee. Het ziet er misschien wat raar uit, maar het is voor de APK sowieso een goedkeur. Althans, waar wij hem voor de laatste keer hebben gebracht bij APK wel. Anders komen er weer mensen die wat APK... Wat was van die cameraman? Oh, is die? Nee, anders komt er misschien een keurmeester die zegt, nee, maar het is sowieso. Maar waar wij hem hebben gebracht is goedgekeurd. Ja. Wij hebben die kennis niet. Wij gaan uit van die expertise. Juist. En ja, als je er niet meer in zet... Betalen we dik voor. Over twee... Dat is altijd met een zwarte keuring, hè? Nee, maar als we niet meer inzetten, over twee weken weer zo. Oké. Okay. Toch? Ja. Hier zit ook een dikke ster in. Ja, daar ontkom je dan niet aan. Nou ja, ik zeg weer niks. Hoe is het met je wiel? Ja, goed. Dat, als het goed is, hebben ze dat afgelopen woensdag al gezien. Echt? Hoe het daarmee was. Ja. Oké. Okay. Maar gaat goed, hij is aan het genezen. Ja, oh. Wil jij er ook heen? Nee, helemaal gek. Oké, okay. Nou mensen. Dat was hem. Volgende keer graag een leuke vraag. Komt niet van dat die zeg je hele, elke week. Niet van die hele leuke cameraman, want dat is jouw vriend. Gewoon eentje, een spontane, dat je zegt, oké, okay, die raam doen we niet. We weten nog een hele goede vraag. Daar moet je echt over nadenken. Nou, als je Patrick aan het nadenken krijgt, dan... Dat bedoel ik. Moet jongens, je ook eens werken voor zijn geld. We gaan weer volgende keer misschien een leuk item met mij weer in beeld. Er weer iets spectaculairs, gewoon zo'n lekkere show, weet je, waar we jullie van houden. Nou, doeg Tim! Later, Gorsten. En laat me even rustig mijn bril opzetten. Tjongejongejonge. Zo, hè? Hij ziet weer wat. Ik vind je wel knapper zonder. Echt? Ja. Oké. Okay. Nou, het is de week van de vroege ongevallen. We zijn nu om 6:15 onderweg naar de A4. Bij de Benelux-tunnel vanaf Pernis richting Schiedam. Daar is een ongeluk gebeurd. Ik geloof 2 voertuigen uit mijn hoofd. Dus we gaan eens even kijken wat er aan de hand is. Het is sowieso dinsdag, dus ja, dat betekent extra spits. Dus dat zal er voor de nodige vertraging gaan zorgen. Maar lieve mensen, ik doe mijn best om het zo snel mogelijk voor jullie op te lossen. File, 2 minuten vertraging. Die komen we oplossen, die file. Linkerrijstrook afgesloten over 525 meter. Nou, zo te zien worden de auto's al weggeleid naar de vluchtstrook toe. Dus gaan wij ook naar de vluchtstrook toe.
Honger! Ik ga even de camera bekijken. Ik denk dat het eigenlijk nog ver is. Oké. Ik stond hier, ik heb het ook al gekeken. Is goed. Ik kom bij je. Yo! Goedemorgen. Wat? We zijn allebei de rijden, maar deze meneer, hij kan helemaal geen Nederlands. Ik weet wat moet ik tegen hem zeggen. Oké. Zit dit nog? Ja, die zit goed vast. En dit is alles. English, what do you speak? Little English. English, oké. Okay. Yeah. Ja, jullie kunnen inderdaad gewoon zo verder. Ik kan hier niks mee. Dus we even overleggen met die WIS. Maar ik denk dat jullie dan gewoon naar de afrit worden gestuurd. Om daar schadeformuliertje in te vullen. En dan... Ik heb het gehoord, die schadeformulier. Ja, misschien even met zijn baas of zo overleggen. Maar dat is de probleem. Ik ken helemaal geen Nederlands. Ik ken niks. Weet je, ik doe... Can you call your boss? Ja. Ja? Ja. Nou, opgelost. Toch? Hij heeft hem aangebeld, maar ik weet waar hij zei. Goedemorgen. Hardy, die hallo. Your colleague has an accident on the highway. He has to go with the other person to the next exit to fill in a claim form, and then they can go both their own way. The damage is not so much. Yeah, can you explain to him that he has to follow the other person to the exit? To fill in there the claim forms. Can you explain that to him for him? Hallo. Hij gaat het uitleggen, komt goed. Zijn baas spreekt Engels. Ja. Ja, ga ik weer door naar de volgende. Wat zei hij? Ik kan hier ook niks. Mijn god, zijn baas spreekt Engels. Hij spreekt ook Engels. Ja, maar heel gewerkt. Zijn baas spreekt beter. Bij 74-2 staat een pech, dus ik rijd gelijk door. Ja, is goed joh. Ja? We zien elkaar. Zo, nou het ongeval viel wel mee. Ze hadden allebei rijbare schade, zoals we dat dan noemen. Stond op rijstrook 1, is een beetje onhandig. De WIS, voordat ik aan was gekomen, heeft ze verplaatst naar de vluchtstrook. Sta je natuurlijk een stuk veiliger. En hou je ook veel minder het verkeer op. Dus ja, dat was het eigenlijk. Verder gaan ze op de afrit schadeformulier invullen. Eén van die twee mannen die sprak geen Nederlands en gebrekkig Engels. Maar meestal, wat ik dan doe in zo'n situatie, is dan zeg ik gewoon tegen de mensen van bel je baas even. Want vaak spreken die wel Engels of Nederlands. Dat zijn dan de arbeidsmigranten die hier komen werken. Althans in dit geval. En ja, die werken dan vaak wel voor een Nederlandse opdrachtgever. Of in ieder geval iemand die Engels spreekt, zodat hij hier alles kan doen. Dus meestal is dat wel de oplossing daarvoor en dan kom je er echt wel uit. Ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat er echt op geen mogelijke manier communicatie was. Dus ja, geregeld denk ik. Gaan wij, ja, wij hebben daarna gelijk even pechverplaatsing gedaan. Het was verder niet spannend, dus ik heb de camera niet aangedaan. Het was gewoon een lekbandje, maar vanaf daar waren we in één keer doorgegaan. En nu gaan we naar onze standplaats in Vlaardingen Holy. Gaan we daar eens even kijken of er nog wat gaat gebeuren. Maar het zal vast wel, want het is redelijk druk op de weg en het regent. Dus we gaan het zien. Dit was hem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En... Hallo? Probeer je te werken. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zie jullie zondag weer. En ja, we gaan weer aan de slag.